Ah, oh, Bentley, zeg, uw vrienden zijn zo mooi. Schitterend. U vraagt zich misschien af wat hier gebeurt. En aan de gezichten van de honden te zien, bent u dan niet de enige. Maar dit is een kerstfeestje, speciaal voor honden. Ik was in Amerika en op een bepaald moment zag ik een koppel die dat samen met hun hondje aan het wandelen waren. En ze stonden met kindje bij de kerstman. En ik zag dat ze eigenlijk dus de hond aan de kerstman gaven voor hem eventjes bij te houden. Dus ik dacht, ja, oké, dat is het gewoon. Hè. Dat moet ik in België doen. Ik moet een concept vinden waar dat dus de mensen eigenlijk met hun hondje naar de kerstman kunnen komen. En voilà, hier zijn we dan. Een professionele fotograaf, die is er ook. Want een hond met een kerstmuts, dat moet natuurlijk vereeuwigd worden. De baasjes genieten volop. En we zijn geen specialisten in hondenlichaamstaal, maar laat het ons houden op overdonderd. 3 maanden geleden begon Lana met hondenfeestjes. Met snoep, uitnodigingen en veel meer. Dat is een ballenbad, dus inderdaad, voor de feestjes. Momenteel is er al 1 iemand zich aan het amuseren, zie ik ze. Eigenlijk op elke verjaardag nemen we ook een hondenballenbad mee. Mijn hondje die houdt er ook wel van. En we zijn hier al nu een uurtje en ze wil gewoon blijven, dus we blijven nog even subieten. Waar geniet ze het meeste van? Ze vond het leukste, ja, toch wel het eten. Dat vindt ze het leukste. Andere hondjes is altijd wat moeilijker voor haar. Andere honden, dat kan inderdaad wat beter. Maar het is vooral genieten toch. Zeker voor het feestvarken of hond van de dag. Hé, hey, ben jij er? Zeg, kom jij je verjaardag vieren, schat? Ik krijg een taartje, hè? Ja. Jawel, deze hond komt een puppy shower vieren. En dat met een taart. Kijk eens, schat. Voilà, allemaal voor je verjaardag. Een hondenleven, het krijgt toch net een andere betekenis hier. Happy birthday to you.